Kelvin, ik ben hier met mijn familie. Mama, papa en mijn vrouw. Hey! Hallo! Hi. Hey, stel jezelf voor. Gregor, begin. Ik ben Gregor. Ik ben Marcia. Ik ben Joost. En wij zijn hier speciaal weer voor jullie vandaag om jullie even een lesje te leren over some professional relationship going on. Wij zijn namelijk hartstikke verliefd op elkaar, niet met z'n vieren, dat zou een beetje gekkig zijn. Hoewel we wel aan Temptation Island Vips mee hebben gedaan. Dus, in Jamaica. Maar goed, daar mogen we onszelf niet over uitlaten, want we hebben een soort geheimhoudingscontract ondertekend. Maar vertel even, jullie zijn vet verliefd op elkaar. Ja. Bijna 15 jaar. 15 jaar! We zijn recent getrouwd en 3 keer aan wie bekend gevallen. Wij gaan trouwen. Jullie zijn gewoon 15 jaar samen. Besef dat er gewoon mensen zijn van jonger dan 15 die dit zien. Ja, dat is heel raar. Ja. Nou, Nina en ik zijn niet 15 jaar samen, maar wel een soort van de helft. Hoe lang zijn we eigenlijk samen? Ik weet niet. 6 jaar en 4 maanden. 6 jaar en 4 maanden. En 10 dagen. Ook. En 10 dagen. Nou, dit is informatie waar je eigenlijk helemaal geen reet aan hebt. Maar ik heb een hele tijdje geleden in december een video gemaakt met onze grote vrienden Gio en Jultje. Waarin we een soort van relatietest gingen doen. Dat ging fantastisch, dat was gelijk spel. Yeah! We proberen erachter te komen wie de sterkste relatie heeft. Eigenlijk hebben jullie al een beetje gewonnen, want jullie gaan ongeveer 2 keer zo lang met elkaar. Het is gewoon niet helemaal eerlijk. Het is falen, want nu als wij het nu fout doen. Ja, dat is toch heel erg. Dat is dus mijn strategie. Als wij winnen is het heel goed. En als we verliezen, dan is het niet erg. Want Ik zal je even heel kort uitleggen. Nou, als je langer mijn video's kijkt, weet je wat de uitleg nooit kort is. Maar alsnog. We gaan vragen beantwoorden omtrent dingen die we van elkaar zouden moeten weten. Gregor en ik hebben 5 vragen beantwoord. Dat zijn dezelfde vragen. En jullie hebben ook 5 vragen beantwoord. Dat zijn ook dezelfde vragen. En we moeten van elkaar raden wat de ander beantwoord heeft. Nou, als er ooit een duidelijkere uitleg gaat zijn dan dat, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan me nog steeds voorstellen dat mensen nu zitten te kijken en denk ik snap er geen reet van. Even reconstructie, even een test. Oké. Wat is mijn favoriete kozijnmerk? En dan heb ik een voorkeur. Volgens mij die van de Gamma. Ja, dat was van de Gamma! Yes! Wat goed! En dan zegt Gregor. Nee, dat mag niet zeggen. Ik moet nu raden wat jouw favoriete kozijnmerk is. Ik heb hem in mijn hoofd, ik weet het. Iets metaal? Nee, zeg dat sowieso niet. Hout? Nee, dit mag dus niet! Praxis of zo, I don't know. Dat was een Velux raam. Ja, dat wist je toch wel. Ja! Oké, laten we beginnen. De vraag is alleen even, beginnen wij als eerste of beginnen je vrouwen als eerste? Gregor, wat vind jij? Dames eerst. De komende 10 minuten gaan we onze relatie op de kop zetten. Onze relatie. Ons. En onze relatie. Het kan alleen maar kapot gaan. Oké, let's go, let the games begin, man. Wat is mijn favoriete muziekartiest ooit? Ooit? Ja, is top 40 een artiest? Oké, ik ga iemand zeggen, maar ik weet niet of het klopt. Maar ik ga gewoon... Maar dat is denk ik van dit moment. Oké, ik ga het zeggen. Shawn Mendes. Ja! Lekker! Yes. Hey, puntje voor Kelvina. Nou ja, dus nu heb ik dezelfde vraag. Wie is mijn favoriete artiest? Zouden wij die hebben gezien in Las Vegas? Nee, dat mag niet! Ik geef geen antwoord. Oké. Britney Spears. Of course. Britney's. Het was geweldig. Heb je een beetje gehaald? Dus? Ja. Nee, ik heb niet gehaald. Hit me baby one more time. Oké, we gaan door op vraag nummer 2. Komt u maar. Ja, komt ie. Wie vind ik het meest romantisch in onze relatie? Mij. Weet je ook waarom? Omdat ik jou ten huwelijk heb gevraagd. Yes. Ja, sowieso. Oké, ik vind het meest romantisch in onze relatie. Dit vindt hij dus best wel kut. Dat gaat maar. Ja, ik ben wel een beetje nerveus. Oh. Ik ga iets zeggen waar ik misschien spijt van ga krijgen. Ik ben best wel romantisch. Waarom? Ik heb best wel vaak dat ik dingetjes doe. Vaak. Want is dat hier jij 1 keer in de 4 jaar. Ja, maar dan doe ik het goed ook. Ik zeg maar... ook elke avond voor jou. Ja, maar is dat ik masseer jou. Ik zeg liever ik masseer jou ook. Kinderen. Ik was in jouw hoofd. Nou, ik was eigenlijk mezelf romantisch. Ja, je hebt hem nog steeds fout. Ik moet heel eerlijk, ik spring er even tussen op Valentijnsdag even. Er is niks hier fijn. Ho, hebben we jullie mee aan het eten genomen naar het beste Amerikaanse restaurant? Het buffet. Het buffet. En ik kwamen er 2 andere mannen en die gingen er... Je hadden helemaal een pakje dingetje aan. Ik kwam met de sieraad naar een vrouw. Wij kregen een all-inclusive drankje. Maar dat wou ik net zeggen. Juist, wij gingen lekker drinken voor zo'n drankje voor ze halen. Inderdaad. Maar maakt niet uit. Maar ja, wat wel uitmaakt is dat wij aan het verliezen zijn. Want fuck. Ja, door jou. Jij... Hoezo door mij? Dat mijn naam moet opschrijven. Nee. Oké. We gaan door naar de volgende vraag. Welk cijfer geef ik mijn uiterlijk? Geef jij jouw eigen uiterlijk? Mijn uiterlijk. Ik moet nu eerst, hè? Ja. Ja. Ik denk dat jij jezelf... Ik moet even een goede balans vinden. Aan de ene kant ben je gewoon hartstikke mooi. Dat weten we allemaal. Aan de andere kant ben jij niet iemand die zegt... Oh, ik ben zo mooi. Dus ik moet daar eventjes de balans tussen vinden van wat dan een goed cijfer is. En op het
middelbare school is gemiddeld ongeveer. En mogen we er een halve zijn? Een halve? Een halve mag je. Een halve naast. Ik denk dat je zelf een 7,5 geeft. Ja, dat is precies 7,5. Yes! Lekker één. Maar ik denk een 7. Ja. Gewoon... Oké, volgende. Wat is volgens mijzelf mijn beste eigenschap? Ik denk dat ik nu kiezen uit honderden goede eigenschappen van Marsha. Dat is het niet nee, normaal. Ik zou dat heel moeilijk vinden. Tell me more. Ik denk de diepste gedachten van mensen die ze eigenlijk niet willen vrijgeven, die uit ze te kunnen trekken. Dank je. Ik had eigenlijk staan behulpzaam. Hij vindt dat heel leuk als ik mensen ga helpen. Dat is wel waar. Ja. Waarom heb je nu op mij gericht wat ik zou antwoorden? Dus eigenlijk wat jij vindt. Ja, dat is waar. Maar dat dus is wat vind jij nou eigenlijk? Ja, maar dan is het precies wat jij zei. Ja, dat is hartstikke fout. Je hebt het verneukt voor jezelf. Maar het is niet erg om soms even een foutje te maken. Weet je, ik maak ook gemiddeld elke dag een fout. En de vrouw toen. Wat zijn jouw woorden? Wat is mijn beste eigenschap? Jouw beste eigenschap is dat je zorgzaam bent. Nee, heb ik niet. Ik had laatst een keer zorgzaam staan, toen dacht ik... Maar we hebben weggehaald! Ik dacht, ik doe het gewoon op safe en ik doe op sociaal. Ja, maar kijk, we zijn allemaal wel sociaal later, toch? Nee. Maar inderdaad, fout! Ben ik weer? Wie heeft de broek aan in onze relatie? Dames en heren, ik vond het leuk jullie gekend te hebben. Ja, het is lastige tijd voor mij en onze relatie. Maar ja, ik denk toch dat jij vindt dat jij de broek aan hebt. Ja, dat is wel goed. Maar wie heeft het? Ja, die daar. Ja, ik heb hem aan, ja. Dat is mijn tactiek. Je moet de vrouw laten denken alsof zij de boeken aan heeft. Maar stiekem heb je zelf aan. But she doesn't know. Kut verhaal. We hebben het wel goed. Hey! Nou, ik kan je wel vertellen. Gregor heeft sowieso de vetste broek aan. Laten we daar even... Ja, dat is sowieso. Laten we daar even... Oh, maar mijn vrouw is heel goed in het inspelen op dat soort dingen. Dus zegt ze dat ik de broek aan heb. En dat klopt ook. Nee, ik zou allebei. Dat mag niet. Maar jullie zijn gedisqualificeerd. Nee. Stop. Allebei mag niet. Ja, dan had ik hij zeg maar. Ik dacht, hij denkt op hetzelfde level. Ja, blijkbaar niet. Dit valt onder fraude. Ik zie het voor deze keer door de vinger. Maar we zijn nu gelijk. Ja. Ja. Volgens mij hebben jullie nog één, toch? Nee. Ik ben... Oké, okay, jullie zijn de beurt. De eerste vraag. Op welke leeftijd wil ik wel kinderen? Ja, maar mag je er wel een jaar naast zitten? Nee, het moet precies. Nee. Het moet precies. Precies. Als we dit winnen, dan noemen we het ook gewoon goed, hè? We moeten gewoon let's go, man. Dus sowieso rond je 30ste. Want je wil eerst reizen, dat wil ik ook. Maar ik zeg altijd, ik vind 27, 28 wel mooi. Je bent even oud als ik ben. Dus ik zit te twijfelen tussen een jaar tot 27 en 30. Maar ik ga voor de 30. Dat is zeker goed. Ja, 30. Lekker, ja. Nina! Lekker! Ik dacht 30, want ik dacht dat het 7 was. Voor de kinderen nu is het gekomen. Nou, opa en oma, gaan we. Let's go. Oké, 31. Nee, één leeftijd. Één leeftijd. We zijn al, van wie? Van mij? Ja, van Gregor. Jij wordt geen vader. Hoe oud ben je nu, Gregor? Even voor de duidelijkheid. 31. 31. Dat is goed. Hey, maar het staat ons nog gelijk. Ja. Oké. Okay. Wie neemt volgens mij de leiding in bed? Dames en heren, mocht het nog niet wel bekend zijn, wij delen het bed. Niet met z'n vieren. Ja. Met z'n vieren. Dat dit. Cheer. Laat go. Mijn antwoord is... Ja. Even zijn mannelijkheid. Ja. Lekker Gregor. Ja. Okay. Om even je zelfverzekerdheid op te... Nee, grapje. Ja, jij. Dat is zeker waar. Ja. Oh. Nee, je had het niet gedacht, maar jawel. Dit is een soort van ego-dingetje, deze vraag. Ja, volgens mij ook. Het is echt even om zijn ego. Helemaal niet. Oh, ja, want dat was met de broek aan niet zo. Juist. Dus dat. Maar goed, belangrijk. De zaak is dat het nog steeds gelijk spel staat. Dus yes. Wie is volgens mij mijn allerbeste vriend? Oké, dit is natuurlijk moeilijk. Je hebt natuurlijk Peter, maar jij hebt het altijd gezegd. Als het niet jou, ga je doen? Hij van ons, ik word nerveus van dit. Je mag sowieso maar één kiezen, hè? Oké, die hart. Zet me niet op mij, ik ben aan het doelen. Hallo, ik heb het anders gezegd. Ja, ik hoorde het. Maar het is fout. Echt? Ja. Peter wel? Ja. Je zei altijd, ik heb niet jou, dat Jart had aan je beste vriend wel. Jart, Peter, pak je mes. Het is over nu. Dat vind ik het lastig. Kijk, ik heb sowieso niet één beste vriend. Dat is ook gewoon een stomme vraag. Weet je waarom ik het bedacht? Ja, ik zeg... Jij hebt die vraag bedacht. Daarom. Oh, ik vind deze heel lastig. Ja, want jouw beste vriend... Ja, hij heeft echt twee beste vrienden. Dat zijn Roan en Gior. Jij mag niet... Nee! Jij mag niet heel erg... Doe je handen voor je gezicht. Doe dit. Is het iemand anders die niet onderdeel van hun... Nee, mag niet! Die heb je opgeschreven? Roar en Gior. Ja, maar dan had ik ook Peter, Jart en Quinten kunnen opschrijven. Oké. Dit is letterlijk Roar en Gior. Maar dit is
alsof je Kelvin en Joost naast elkaar zet. Dan weet je nog steeds niet wie het is. Ja, oké, we gaan door. Welke bestemming op aarde staat er bovenaan mijn bucketlist? Ja. Mijn bucketlist! Heel even jongens, waar jullie nog niet zijn geweest? Ja, want anders is het niet een bucketlist, mijn liefste. Dan is het liever, denk even goed na dit. Hey, denk even goed na. Ja, ik heb er kom twee. Nee, maar het staat samen op mijn bucketlist. Canada. Ja, weet je wat? Maar het is Vietnam. Oh, ja. Wie is zo ook? Helaas. Goed zo, schat. Ik hoop, nu kunnen we het verschil maken. Kan er zijn. Ga dan voor New York. Hey. Ja, dat is goed, hè? Was good, het is goed. Hey, goed zo. Liever, dit kan niet. Laatste vraag. We zijn aangekomen bij de allerlaatste vraag. Het is spannend, ouwe. We kunnen gelijk komen opwinnen. Oh. Wat vind ik het mooiste aan mezelf? Ik vind dat Gregor en Masha eerst mogen. Oh, dat vind ik wel mooi. Wat vind jij het mooiste aan jezelf? Ja. Nou, alles. Maar ik denk dat jij het mooiste aan jezelf jouw ogen vindt. Nee. Jawel, daarom wel. Jawel. Nee, het waren mijn kuiten. Oh, ja. Je hebt wel echt mooie kuiten. Ik zei het in Jamaica nog, hè. Mijn goede kuiten, man. Echt? Wow. Laat dat voelen. Oh. Ook spier. Ik heb mijn god geen idee. Nou. Maar ik denk, of je haar of je ogen. Ga dan voor je ogen. Dat was nog gewonnen, zeg. Ik boeit me geen reet, maar het is wel fout. Ik snap niet hoe je mijn ogen... Ik heb nog nooit gezegd dat ik mijn ogen mooi vind. Ja, maar je hebt nooit echt gezegd, dit vind ik nou echt mooi aan mezelf. Jawel, heb ik wel eens gezegd, denk ik. Je haar. Nee. Nina! Je piemel. Je kaaklijn! Ja! Kelvin gezien met een knotje. Oh ja. Oh my god. Ik had dit. Serieus, dit is zo leuk. Hey, laat even in de comments weten of jullie een knotje bij mij vet vinden. Want hoe heeft deze video tot dit punt kunnen komen? Auw. Auw. Hey, Kelvin, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie later weer. We gaan ook een video op Masha kanaal maken. Ik weet niet of jullie er al op staat of niet. Maar kijk gewoon op haar kanaal. Volg ons allemaal op Instagram. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei.